NEC speelde zaterdagavond de laatste officiële oefenwedstrijd voor de start van de competitie. Na afloop spraken we met trainer Adrie Bogers en de nieuwe verdediger Ted van der Pavert. Adrie Bogers, ja, dit was een klein beetje de generale repetitie toch voor de start, die overigens pas over 2 weken is. Hoe is die jou bevallen? Ja, dan is het volgens mij niet de generale repetitie. Dat is meestal de laatste keer, of niet? Dat klopt, maar de officiële wedstrijd die jullie nog gepland hadden, daar was deze de laatste van op de planning in ieder geval, toch? Ja, nou ja, wat dat betreft is het niet helemaal gelukt. Als je uiteindelijk na 17 minuten met 10 man komt, dan valt zeg maar het plan wat je afgesproken had, dat valt enigszins in het water. En dan moet je een beetje creatief worden en dan moeten we andere dingen doen die we normaal gewend zijn. Dus ja, inhoudelijk over die wedstrijd heb je daar niet veel aan. Nee. Ted van der Pavert, hoe was jouw start bij NEC vandaag hier in het mooie stadion van VVV? Ja, even wennen natuurlijk. Laatste tijd bij Zwolle natuurlijk wat minder gespeeld, omdat ze wat meer richting een basisteam toewerken waren. En dan ben je zelf iets minder in beeld daar. En afgelopen dinsdag voor het eerst wat meegetraind. En nu al vrij snel een wedstrijd. Dus, Merkte je dat ook op het veld, dat het echt even wennen was, conditioneel of qua tactiek? Ja, natuurlijk. Het is toch weer conditioneel voor jezelf natuurlijk. Maar ook, je speelt weer met andere teamgenoten. Dus ook dat is even weer samenwerken met elkaar op een andere manier, met andere spelers. Dus dat is zeker even wennen. Valt er nog wat te sleutelen de komende 2 weken? Ja, er valt nog genoeg te sleutelen. Kijk, uiteindelijk weten ze wel wat er verwacht van ze wordt. Alleen je ziet in sommige fases, met name aan de bal, dat we heel erg slordig zijn. En daardoor eigenlijk VVV de beste kansen onderhand weggeven. Dus ja, dat moet wel beter. Dat moet wel beter. Willen we echt domineren in wedstrijden en een belangrijke rol spelen in de competitie, ja, dan is dat nog wel een verbeterpunt. Had ook het idee dat dat al lichtelijk te maken had met het feit dat sommige jongens pas net bij de club waren. Wat gewenning nog miste, maar zeker ook wedstrijdritme, zoals bijvoorbeeld Ted van der Pavert. Ja, dat zag je wel, dat met name Kelvin en Ted moeite hadden. Die hebben natuurlijk nog geen minuten in de benen. Maar voor de rest speel we eigenlijk met jongens die al een tijdje aan het voetballen zijn. Dus ook zonder die twee weten ze uiteindelijk wat ze moeten doen. En ja, waren we in de eerste helft toch wel regelmatig slordig, dat ik dacht van, dat kan veel beter. Ben je tevreden? Wisselen denk ik. Ja, ik denk dat er genoeg dingen zijn die beter kunnen, ook zeker bij mezelf. Zoals? Het is gewoon, het heeft ook met conditionele gedeelte te maken. Maar ja, af en toe initiatief nemen, indribbelen. Helaas kan we vrij snel met 10 man staan, dus dan wordt het wat anders. Maar ook daarin het volhouden, het druk op de bal blijven geven. Dat zijn wel dingen dat moet en kan allemaal beter. Dan staan hier de 11 beste spelers van NEC vandaag op het veld? Ja, dat weet ik niet, dat denk ik niet. Ik bedoel, ik ben nog steeds aan het kijken op een paar posities dat ik denk van oké, wie kan dat invullen? En ook een beetje kijken naar de voorgaande wedstrijden, spelers die heel veel gespeeld hebben, om die anderen ook een kans daarin te geven. Maar in grote lijnen heb ik al een idee van hoe dat eruit gaat zien. En wil je daar iets al van delen? Of je daar nu al na vandaag denkt, maar daar wil ik misschien nog wel iets gaan doen of veranderen? Nou, dat weten die spelers zelf ook nog niet. Dus het is wel zo netjes dat die dat eerst weten en dan vervolgens dat bij jullie terechtkomt. Dus we kunnen nog wel verrast gaan worden op de eerste vrijdag tegen Almere? Ja, wie weet. Wie weet inderdaad dat misschien Van der Pavert in de spits eindigt. Er moet er wel heel veel gebeuren, denk ik. En goal in de goal, dus dat is toch kijken. Dankjewel, succes. Ja? Oké, dank je.